Wedstrijden zonder publiek of met beperkt publiek. De kans is groot dat dat het scenario zal zijn wanneer het nieuwe seizoen in augustus mogelijk begint. Bij AA Gent hebben ze alvast berekend dat ze met de regels rond social distancing ongeveer 5000 supporters in het stadion kunnen plaatsen. Laat ons hopen dat de Veiligheidsraad op 3 juni of later de beslissing neemt dat als je rekening houdt met een 1,5 meter afstand tussen de toeschouwers, ja, dan denk ik dat ons stadion, die een beetje, ja, in het begin een beetje, waar we toch wel wat kritiek kregen over het feit dat het een beetje een amfitheater lijkt, wel hier in dit verhaal heeft dat natuurlijk heel veel voordelen. En wij zouden dus heel vlug, denk ik, rekening houden met die social distancing met 5000 toeschouwers moeten kunnen spelen. De verkoop van de abonnementen start volgende week woensdag. Ook voor de supporters die al een abonnement gekocht hadden voor Play-off 1 is er een oplossing gevonden. We schuiven die door naar de Europese wedstrijden. Dus laat ons hopen dat wij ons kunnen kwalificeren voor de Champions League. Dat zou betekenen dat die mensen een zeer goede zaak doen die vorig jaar hun abonnement reeds aangekocht hadden. Want ze zouden kunnen voor de 5 wedstrijden aan dezelfde prijs van Play-off 1 vorig jaar naar het stadion komen. Agent toonde ook zijn sociaal engagement met een actie voor Digital for Youth, een vereniging die meewerkt aan de digitalisering van het onderwijs. 2 weken geleden namen coronabestrijders het op tegen COVID-19 in een virtuele wedstrijd. Inkomsten die we daardoor verzameld hebben, 85.000 euro, hebben we willen besteden aan een doel die wat dreigde voor een groep die dreigde verloren te gaan. Namelijk de kinderen die wat verwijderd zijn van de digitale wereld, om die toch ook helemaal in te kunnen wijden voor digitaal onderwijs. Intussen blijft het AA-Gent bestuur ook in deze coronatijden hard werken aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Gent wil dan een echte uitdager zijn voor de titel. Maar de voorzitter hoopt ook op een mooi parcours in Europa. Als je nu aan mij persoonlijk vraagt, als voorzitter, want ik heb ook geen eeuwig leven beschoren, maar als je nu mij nog vraagt wat ik toch nog absoluut graag eens zou willen meemaken, dat is zeker als nog eens in de Champions League terechtkomen en als het kan nog een keer kampioen spelen. En dan moet de fakkel doorgegeven worden.